Vandaag testen we het meest verkochte model uit de geschiedenis van Volkswagen, de Golf. Met meer dan 34 miljoen geproduceerde exemplaren is de Golf het visitekaartje in het segment van de compacte gezinswagen. En het is een van de meest moderne auto's ter wereld. En na 7 generaties is de Golf niet alleen een commercieel succes gebleken, hij heeft ook qua design zijn steentje bijgedragen aan de autogeschiedenis. Het design van de Golf is vandaag nog altijd een van de bekendste ontwerpen ter wereld. De ontwerpers van Volkswagen hebben er altijd op toegezien dat ze de typische karaktertrekken van de Golf lieten evolueren. Onder meer de lijn van de C-stijl, het zijpaneel tussen de achterdeur en de koffer, de lange daklijn en de typische koetswerkelementen voor en achteraan. Al deze details zorgen ervoor dat de Golf in vergelijking met andere compacte modellen zeer origineel oogt, wat bij een herverkoop zeker een meerwaarde is. De Golf herken je meteen. Het zijaanzicht blijft typisch met omsluitende wielkasten, een koetswerkplooi die over de volledige lengte van de deuren loopt en de typische C-stijl. Er is veel aandacht gegaan naar de assemblagekwaliteit van de Golf, want kijk maar eens hoe perfect de vleugels en de deuren zijn afgelijnd. Dat is een minieme ruimte die bovendien heel regelmatig is. Achteraan valt het nieuwe design op in een nieuwe bumper en full LED lichtblokken die kunnen worden uitgerust met die knappe dynamische richtingaanwijzers. Meer dan 40 jaar geleden zorgde Volkswagen ervoor dat iedereen kan genieten van puur rijplezier door de lancering van de Golf GTI. En vandaag staan die drie letters symbool voor vernieuwend design, een krachtige motor en een precieze stuurinrichting. Je herkent hem ook meteen aan zijn speciale bumpers, de rode remzadels en de dakspoilers. Het interieur is afgewerkt met materialen van hoogstaande kwaliteit en de afwerking is onberispelijk, zoals we dit gewoon zijn van Volkswagen. De interface van het infotainment is standaard een glazen kleuren touchscreen van 20 cm te vergelijken met een smartphone van topkwaliteit bijvoorbeeld. Alle systemen zijn voorzien van een nabijheidssensor die de interface verandert om het navigeren in de menu's te vergemakkelijken. De nieuwe systemen blijven eenvoudig en intuïtief in gebruik, iets waar Volkswagen echt wel onbekend staat. Bovendien krijgt het nieuwe systeem Discover Pro een gebarenbediening mee om met een eenvoudige handbeweging bepaalde functies te bedienen. De Golf kan ook worden uitgerust met een volledig digitaal dashboard, het Active Info Display. Dit 30 cm grote digitaal display vervangt de klassieke wijzerplaat. Er zijn meerdere weergaveopties beschikbaar, zoals de erg handige navigatiemodus bijvoorbeeld, die toelaat om een kaart over het volledige display te spreiden. Met App Connect kan je alle huidige Apple- en Android-toestellen makkelijk connecteren via Mirrorlink, CarPlay of Android Auto. En bovendien kunnen ze nog eens draadloos worden opgeladen. Dankzij de vele verstelmogelijkheden voor het stuur en de stoelen is de rijhouding perfect. De stoelen bieden voldoende steun, zijn zacht genoeg om kleine wegoneffenheden op te vangen en toch voldoende stevig om het lichaam perfect te ondersteunen en rugpijn dus te vermijden. Er ging ook bijzonder veel aandacht naar het zicht rondom de wagen, zowel tijdens het rijden als het manoeuvreren. Een duidelijke plus wat betreft de veiligheid. Nu dat de Golf referentie wordt genoemd onder de compacte auto's, dankt hij ook aan de binnenruimte die hij passagiers biedt, zowel voor als achteraan. De deuren slaan voldoende ver open voor een vlotte instap en er is meer dan voldoende been- en hoofdruimte. En uiteraard zijn er ook ISOFIX bevestigingspunten voor kinderstoelen voorzien. Met zijn 380 liter en een verstelbare laadvloer doet de koffer alvast niet onder. Mocht je nu toch een beetje meer ruimte wensen, weet dan dat de Golf ook beschikbaar is als variant. Die heeft alle troeven van de Golf aan boord, maar is 30 centimeter langer en heeft een kofferinhoud van meer dan 600 liter of zelfs 1600 liter met neergeklapte zetels. Het eerste wat indruk maakt aan het stuur van de Golf is de stilte. Geluiddemping is perfect. Rijhouding is ideaal. Multifunctionele stuur ligt prima in de hand. En de stuurinrichting reageert heel precies en laat toe om de auto exact te sturen naar wat jij wil. Hij rijdt zeer comfortabel. De ophanging filtert oneffenheden weg. En dankzij de verstelbare armsteun kan je zonder vermoeidheid hele lange ritten door.
Al ruim 40 jaar lang maakt de Golf vooruitgang betaalbaar door een hele reeks van technologieën aan te bieden. Denk maar aan de ABS sinds de Golf 2, de ESC op de Golf 4 of de knie-airbag bij de Golf 6. En de jongste golfgeneratie doet zijn technologische reputatie weer alle eer aan met standaard uit te pakken met de noodstophulp Front Assist met voetgangerdetectie. Die er dus voor zorgt dat de auto automatisch afremt om een aanrijding te voorkomen. Vanaf het tweede uitrustingsniveau, de Comfortline, is de Golf standaard uitgerust met de adaptieve snelheidsregelaar, ACC. De ACC is een intelligente cruise control die gebruik maakt van een radar om de auto zelfstandig te laten remmen of versnellen. Gekoppeld aan de DSG-versnellingsbak met dubbele koppeling remt de Golf dus volledig zelfstandig om vanaf dat het terug mogelijk is opnieuw te versnellen naar de ingestelde snelheid. En dat allemaal terwijl hij de juiste veiligheidsafstand houdt. Verder kan de Golf nog worden uitgerust met Lane Assist. En dat is een functie die de auto automatisch op zijn rijstrook houdt en ingrijpt wanneer het voertuig op het punt staat om zijn rijstrook te verlaten. Kijk. En als laatste wil ik je ook nog de Park Assist laten zien, die de Golf semi-automatisch laat parkeren en ook helpt om veilig uit te rijden uit parkeerplaatsen. Dat is super handig. De Golf is beschikbaar in heel wat benzine- en dieselversies, maar je kan hem ook kopen met een motor op aardgas, CNG, of zelfs volledig elektrisch. Nu, ik heb de kans gekregen om de TDI-versie met 150 pk te testen. Deze heeft echt een hele soepele rijstijl, maar klimt zonder problemen in hogere toeren als dat nodig is. En hij gaat uitstekend samen met de DSG-7 versnellingsbak. Ik heb ook de Golf TGI getest, die beschikt over een aardgasmotor. Nu, qua rijden is dit te vergelijken met een benzinemotor. Maar het grootste verschil zie je toch aan de pomp. Het prijsverschil is enorm. Nu, de bijkomende tank werd subtiel onder de laadvloer van de koffer gemonteerd en heeft dus geen invloed op het laadvolume. De Golf is beschikbaar in 3 uitrustingsniveaus. Trendline, Comfortline en Highline. En daarnaast kan je nog kiezen tussen een 3 of een 5 deurs. Een variant met een extra grote koffer of de sportsfan die een wat hogere zithouding biedt. En voor de sportievelingen is er ook nog het R-Line Pack, dat de sportieve look van de Golf zowel aan de binnen- als de buitenzijde in de kijker zet. Maar ook de GTI en GTD hebben een exclusief design en een aangepaste ophanging. En helemaal bovenaan het gamma staat de Golf R met de volle 300 pk. De Golf, die al ruim 40 jaar een referentie is, blijft de standaarden uitzetten in het segment van de compacte gezinswagens. En dat doet hij door technisch te blijven evolueren en tegelijkertijd trouw te blijven aan zijn herkomst. En als het van mij afhangt, mogen ze er gerust nog 40 jaar Golf bij doen.